Ik laat alles op het leven op me afkomen. Ik zou dat zeker niet lezen. Dames en heren, wat super lijp. Er is gewoon een hype train gaande. De tweede hype train in deze stream al. Wat bizar. Dankjewel daarvoor. Super lijp. De mensen die mee hebben geholpen aan de hype train is BJXRNVFX. Dankjewel voor je suppie. En Benny Auto met de 5 euro donatie. Weet je het al? En doe de groetjes aan Benny en Noël. Ik ben een meisje. Benny Auto, ik kom nog bij jou terug. Ik weet, ik denk dat Myron het wel weet wie jij nog bent. Ik ben het vergeten je naam, sorry. Paas de Haas. Dat is leuk, hè? Geen Paashaas, maar Paas de Haas. Dankjewel voor de 4,44 euro donatie. En zo wist je dat er een super dikke motor is. De Ducati Diavel 1260 Lamborghini. Dat weet ik. En ik zal je wat vertellen. Ik probeer hem al sinds dat hij uit is te kopen, die motor. Lukt me niet. Die motor, er zijn er maar 630 van gemaakt. Die motor is gewoon niet te krijgen. Die is overal ter wereld al uitverkocht. Ik krijg hem gewoon niet. Ik moet toch een andere kant op. Ik moet toch naar het oosten. Naar het oosten, denk ik. Dames en heren, Hype Train. Bijna level 2. Dankjewel daarvoor. De mensen die hebben geholpen aan de Hype Train zijn 24 Marijn. Dankjewel voor je suppie. Knetterfleck, dankjewel voor je suppie via Prime. Jeffrey221-NL, dankjewel voor je suppie via Prime ook. En Jesse Genix, dankjewel voor je suppie. Maurits Bos, dankjewel voor de 4,44 donatie. Zit je in je nieuwe huis? Nee, dit is mijn studio. Mijn appartement, waar ik nu nog steeds woon. Dus dit is niet mijn nieuwe huis. We hebben level Hype 2 gehaald. Dankjewel. Dankjewel daarvoor. Even kijken. We komen wel in de buurt, geloof ik. Hoor. Oh, doe de kaart in je tweede hand. Dat is wel een goeie. Thanks daarvoor. Thanks voor de tip. Troll power. Oké, we gaan nu goed, denk ik. Ja, we gaan goed. Zit mijn Malino nog erbij? Ja, chill. Dankjewel mensen die allemaal meehelpen met de Hype Train. Danin342, dankjewel voor je suppie. En Nielt-SimplyMagicBelgië. Dankjewel voor de 300 bits, baas. Dankjewel voor de Hype Train. Jay Buitenkamp, dankjewel voor je donatie. Hey Enzo, ik heb een vraag. Een vriend van mij ligt met leukemie in het ziekenhuis. Oeh, dat is niet best, man. Dat is niet best. Wij zijn super fan van jou. Superleuk dat je fan bent. Dat jullie fan zijn. Groetjes van mij. Als je dit ziet, love. Ivan Keithoven, dankjewel voor de 2000 bits. Holy moly, dankjewel voor het mail van de Hype Train. Nielt, laagstreepje, SimplyMagicBA. Damn, baas. Dankjewel, man. Voor de 20 gifted subs. Holy macaroni. 20 gifted subs. Knolpower. Wow, yo, baas. Dankjewel, man. En precies nu... Ja, de schatkaart. We komen in beeld. Kijk eens even. We zien water. Ja. Hoe fijn is dat? Super nice. Nielt laagstreepje Simply Magic B. Dankjewel voor de 20 gifted subs. We zijn nu bezig voor de level 5 hype train. En Beverly Marta, dankjewel voor je suppie via Prime. Voor iedereen die Prime heeft, suppie geven is gratis als je Prime hebt. Dus dat zou ik heel erg tof vinden. Kornklop, dankjewel voor je suppie. En Ivan Keithoven, ook een applaus voor jou, man. Dankjewel voor alweer de 1200 bits deze keer. Dankjewel, baas. Zo fijn. Ignis, gewoon doen. Dankjewel voor je suppie. En Eddie-123X. Dankjewel voor je gifted sub die je geeft aan Boktorium. En Milan09NL. Dankjewel voor je suppie. Al 3 maanden achter elkaar. Dankjewel, baas. Hier ligt gewoon de schatkaart, mensen. Hier voor mij, op dit kleine stukje zand. Zien jullie dat? Troll power. Holy moly, hoe ver hebben wij wel niet afgereisd? Oh my god, eindelijk. Malino, eindelijk aan land. Hier, je hebt een stukje vlees wel verdiend. Eindelijk aan land. Check wat voor weg we hebben helemaal afgelegd. Hier is de span voor mij. We hebben helemaal dit afgelegd. Voor die... Wat veel water trouwens in mijn biome. Voor die freaking schatkaart. Oh. Tom Stinese, dankjewel voor je suppie die je geeft aan Flawless. En IJskoffie04, dankjewel voor de 4,44 euro donatie. Hey Enzo, ik wou nog even reageren. Als ik alles mocht kiezen in de wereld, dan zou ik zeggen mijn motorrijwijs. Ik ben er vanwege een groot ongeluk en corona nu al 11,5 jaar mee bezig. Anderhalf jaar mee bezig. Ik heb het al 4 keer moeten verplaatsen. Maar als het goed is, ga ik in juli afrijden.
Heel veel succes met je motorrijwijs. En als je hem hebt, draai alsjeblieft voorzichtig. HNQOO, dankjewel voor je suppie. Voor 3 maanden al. Dankjewel, baas. Met als tekst erbij, love you Enzo. Ik hou ook van jullie allemaal. Dankjewel voor meer dan 10.500 kijkers nog. Ik val achterover van mijn stoel van deze. Oh my god. Is dit echt zo? Ik dacht eerst dat er stond 1000, maar dit is bizar. Dit is bizar. Ik heb nog nooit zoveel bits in één keer gekregen. En de bitsbaas. Ooit. De bitsbaas nummer 1. In mijn stream. Dikke laagstreepje Duster. Wat een gast. 10.100 bits in één keer. Ja, daarmee is die level 5 hype train natuurlijk gewoon in één keer gefinished. Is gewoon gerackt, gemurderd. Level 5 hype train is gerackt. Dikke Duster. Dankjewel, baas. Dankjewel, man. Ik waardeer het. Holy shit. Vertcode, leuk dat je er bent, man. Thanks dat je nog steeds de streams kijkt. Leuk dat je weer een sub hebt genomen. En Eerfuit, dankjewel voor je suppie. What's up? En voor iedereen die een gifted sub... Oh, ik heb wel een schep. Ik wou net zeggen, ik ben mijn schep vergeten. Maar ik heb deze schep natuurlijk gevonden. Kijk. Hey, weten jullie nog dat ik per ongeluk Aqua Affinity nam op mijn helm? En dat ik zei van, jeetje, sneller hakken onder water. Wie heeft dat nou nodig? Ik ben hier bij de schatkaart en ik moet onder water gaan scheppen. Dus hoe chill is dit? Dit is gewoon een heerlijke goede karma dit. Want jullie gingen me allemaal uitlachen van haha, nu heb je de verkeerde enchantment. Maar ik heb er toch wat aan. Heel erg blij mee. Nou, laten we die schatkaart even eruit halen. Dankjewel Sydney Lange voor de 4,44 donatie. Hey Enzo, ik heb 8 april rijexamen. Heb je nog tips en ga je nog Airquars spelen? Ik ga geen Airquars spelen, ik heb wel tips voor je motorrijwijs. Dames en heren, de niveau 5 hype train is gehaald, man. 2 level 5 hype trains in deze stream. Echt bizar. Dankjewel iedereen die mee heeft geholpen aan de hype train. Daphne95, dankjewel voor je suppie. Draakje19, dankjewel voor de suppie. En dit is Sabientje. Die zit op dit moment op de 31.000 knolcoins. Heb je al een idee wat je ermee wil doen? Ja, zeker weten. Ik heb hele leuke ideetjes. Ik denk volgende week dat ik dat ga instellen. De knolcoins. Want voor de mensen die het niet weten, als je deze stream kijkt en je blijft gewoon kijken, dan kan je elke keer knolcoins verzamelen. Gewoon gratis. Daar hoef je niks voor te betalen. Hoef je alleen maar te kijken. Ja, je hebt een Twitch-account nodig, dat wel. Maar dan krijg je gewoon die knolcoins. Daar kan je binnenkort wat mee doen. Oké, laten we even checken. Waar is onze kist? Waar is onze kist? Hij moet hier ergens zijn. Oh, nee! Nee! Nee, mijn Silk Touch schep. Oh my god. Why? 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 Nou, ik maak wel even een Iron schep. Daar had ik veel beter mee kunnen beginnen. Ja, ik ben echt een Benny. Zo, er zijn veel mensen met knolcoins hoor. 11.000 knolcoins. 20.000 knolcoins. 9.500. Holy moly. 13.000, 12.000. Oké, laten we even checken. Kom op. Kom op, het moet hier ergens zijn. Ergens hieronder ligt een chest. Maar waar? Ik heb hier altijd zo'n hekel aan als ik het niet in één keer kan vinden. Ik sta echt midden op het kruis nu. Echt gewoon precies. Dus het zou hier, precies hier ook gewoon moeten zijn. Toch of niet, mensen? Ja, ik moet eigenlijk even een deur plaatsen in het water. Dan kan ik wat langer onder water. Daar hebben jullie helemaal gelijk in. Jeffrey Klomp, dankjewel voor de 4,44 donatie. Yo Enzo, we zijn er weer hoor. Dankjewel Jeffrey. Vraag je, ik zag dat je een modelauto van je Lamborghini hebt. Nu verzamel ik zelf modelauto's. Ik heb er al een stuk of 60. Wow, is die voor jou misschien te koop? Zou echt een leuke toevoeging zijn. Good luck with the stream. Ah, Jeffrey, sorry. Ik ben te gehecht aan mijn modelauto. Ik bedoel, je kan natuurlijk begrijpen dat het voor een 27... Ah, de chest. Ah, lekker hoor. Je kan natuurlijk begrijpen dat het voor toen 26-jarige heel erg bijzonder is om een Lamborghini te kopen op je 26-jarige leeftijd. Dus die modelauto, dat is precies de auto die ik heb gekocht. Ja, dat is voor mij gewoon een heel belangrijk item. Dus ik vind het heel erg tof om die te houden natuurlijk.
Dus sorry, maar wel ziek dat je al een verzameling hebt van 60. Timo Alders, dankjewel voor de 4,44 donatie. En Gianni Fer, dankjewel voor je suppie via Prime. En dankjewel voor de 10.500 mensen die nog aan het kijken zijn van de stream. Voor de mensen die nieuw zijn, ik heb best wel wat kilometers afgelegd om hier uiteindelijk te komen. Vanuit mijn gemeentehuis, mijn basis, naar dit plekje. Laten we even kijken of dat het allemaal waard was. Laten we checken in de chest. Oké, we hebben Heart of the Sea. Ik laat deze maar gewoon liggen. We hebben nog wat iron. En we hebben diamonds. Ik laat deze ook gewoon liggen. Au. Nou, dat is alles wat ik eruit kon halen. Ik bedoel, ga eens weg. Boom. Raakt hij hem nog? Oh, het is moeilijk om op deze manier zo'n zombie te raken. Want die pijl valt naar beneden. Maar als hij op hem valt, dan raak ik hem nog wel. Valt hij op hem? Oh, net niet. Dan moet ik iets verder schieten. Daar ongeveer. Als die pijl op hem valt. Kijk hoe sloom dat gaat. Kijk hoe lang dat duurt. Oh. Ah, net niet. Hij viel net naast hem. Scheelde echt een centimeter. Oké, nou op zich, ik ben blij. Ik ben heel erg blij. Wat ik nu alleen nog wel eventjes wil doen. Ik wil eigenlijk die hele schatkaart eventjes... Ik zie daar een schip trouwens. Daar wil ik ook nog even heen. Daar kan ik natuurlijk weer een nieuwe schatkaart krijgen. Maar ik wil er even voor zorgen dat die hele schatkaart in mijn linkerhand duidelijk zichtbaar is. Dat je gewoon overal water ziet. Boah, 6320. Dankjewel, baas. Leuke naam trouwens. Dankjewel dat je een subje geeft aan Love naar Noël. Thanks. Kijk, ik heb bijna alles uitgespeeld. Kijk, hier ben ik al een keer geweest. En de reden dat ik weet dat ik hier al een keer ben geweest... is omdat ik bij dat schip een magma blok zag staan. Kijk eens even. We hebben alles. Dit is gewoon een schatkaart die gewoon helemaal blauw is. Zien jullie dat? Holy moly. Kijk, daar zijn we dus al geweest bij die bij dat schip. Laten we deze even ruilen. Of gaan we deze ruilen? Even kijken. Ja, laten we deze ruilen. Hiervoor moet ik naar het noordoosten. Dus dat is die kant op. Ja, dat is gewoon serieus die kant op. Noordoosten, dat is waar ik heen moet. Nou, laten we dat gewoon eens doen. Dankjewel, dames en heren, voor de suppies. En voor het joinen van de Discord. Er zijn al aardig wat leden bij. Ik weet niet hoeveel leden we nu hebben. Maar volgens mij zitten we over de 500. Wat ik echt ziek vind. Heel erg leuk, heel erg gezellig. En jullie kunnen de kaart niet helemaal goed zien, dat klopt. Ik zal hem wel even in mijn inventory doen zo. Kijk, nu kunnen jullie hem wel zien. Kijk, dit is de kaart. Dus het leek me wel leuk om daar nu even heen te gaan. Ik ga niet heel lang meer Minecraft spelen. Ik ga straks even een ander spelletje doen. Ik ga sowieso nog Lingo doen met Minecraft. En ik dacht, misschien is het ook wel leuk om op stream even een potje golf with your friends te doen met de mensen van mijn Discord server. Want ik heb al gezegd... Wow, dit ziet er ziek uit, hè, die spleet hieronder. Wow. Oh my god, ik schrok me dood. Maar dit is mij verteld de vorige keer. Er komen allemaal bubbels omhoog hier. Kijk. Oh, hey! Nee. Nee, Malino, snel, nieuw bootje. Malino. Nee! Kom hier. Teleporteert hij naar mij toe? Verdrinkt hij? Wat gebeurt er? Nee, hij gaat dood! Nee, Malino! Dames en heren, rip Malino in de chat. Rip Malino. Oh my god. De chat heeft het bevestigd. Oh my god. Rip Malino in de chat. Oh my god. Nee, ik had net zo'n leuk avontuur. Met Malino. Knalpower. Oh man. Rip Malino. Damn. Oké, kijk. Hier zit dus een... onderwatertempel. En laten we deze even... een waypoint. Onderwatertempel. Welke kleur? Ja, ik vind dit eigenlijk wel een goede kleur. Zoiets. Onderwatertempel. Wat voor logootje doen we daarbij? Gewoon een visje. Ik denk een visje. Done.
Kijk, dan weet ik dat daar een onderwatertempel zit. Nou, ideaal toch? Nou, mooi. Kunnen we weer verder. Laten we even kijken. Deze. Ja, ik moet gewoon naar het noorden nu. Nou, dan gaan we naar het noorden. Ik doe hem even in mijn rechterhand. Jullie hebben hem gezien, hè? De map. Ik ga gewoon naar het noorden. Het moet goed komen. Damn, rip Malino, man. Vind ik balen. Vind ik jammer. Tessa X02, dankjewel voor je donatie. En Deadly Raptors, dankjewel voor je suppie. En Dylan X Knolpower, dankjewel voor je suppie. Diego laagstreepje Spire, dankjewel voor de 4,44 euro donatie. Yo Enzo, kijk al een tijdje je video's. Ze zijn echt top. Blijf zo doorgaan. Dikke, vette peace. Dankjewel, baas. Ik waardeer het. Hey! Hey! Lillo! Lillo! Boy, yo! Wat doe jij? Auw! Auw! Mijn bootje is naar de klootje. Jongen, je bent echt... Oh, dit is moeilijker dan ik dacht. Ah! Hi, visjes. Oh, wow, hij gooit ook gewoon op zijn eigen mensen. Kijk dan, let op. Ja, hij gooit zijn eigen mensen gewoon dood. Oh, yo. Wauw, hij heeft echt scheid. Hij gooit zo echt zijn eigen mensen gewoon dood. Jongen, komt goed, jongen. Ik pak jou, ik pak jou, ik pak jou. Oh, auw, auw, auw. Hij doet echt... Hij is irritant. Hij is heel irritant. Oké, ik moet hem even gaan pakken. Hij moet eerst wat meer omhoog komen. Je pak eerst deze vriend van je maar weer. Pak hem maar. Nu. Oh, nog een keer. Oh, vloog langs mijn hoofd. Oei, yo. Ja, goed zo. Hoppakee. Oké, nu kom ik voor jou. Oké, daar kom ik. Let's go. Ja, eindelijk. Wat heb ik? Oh, ik heb niks goeds gekregen, geloof ik. Nee, ik heb niks goeds gekregen. Nou, ik ben blij dat ik onder water kan zwemmen op deze manier. Want anders duurde het wel heel lang voordat ik weer aan de zijkant was. Maar ik heb sowieso even een nieuw bootje nodig. Want dit ging niet helemaal goed. Niet helemaal volgens plan. Wat is dat zwemmen chill geworden, hè, in Minecraft. Daar ben je echt blij mee. Hoppakee. En ik ben echt blij dat ik schildpadden ben tegengekomen in Minecraft. Dat had ik echt niet verwacht. Zo, we zijn er. Eindelijk weer aan land. Het is wel donker, dat is een beetje balen. Maar goed, daar kunnen we niks aan doen. Tiemand, dankjewel voor je suppie. En Mohammed laagstreepje Kasim, dankjewel voor je donatie, man. En Jo Vison, dankjewel voor je suppie. Voor 2 maanden al. Dankjewel. Yo man, ik hoorde ooit mijn track I Love You van Jo Vison in je video. Dat klopt, man. Shoutout aan jou. Thanks daarvoor. Oh, ik heb mijn boot wel. Ik heb mijn boot weer. Oh, die boot gaat gewoon weer in je inventory. Oh, dat wist ik helemaal niet, joh. Ik dacht die boot gewoon helemaal verdween. Hi. Oh, dit is de verkeerde map. Ik heb hem in mijn linkerhand. Ik moet nog steeds gewoon naar het noorden. Dus op zich kan ik nog steeds wel met de boot. Zo. Ja, ik ga nog steeds de goede kant op. Ideaal dit. Hoppakee. Tijn Bakker, dankjewel voor je suppie. Voor 2 maanden achter elkaar. Dankjewel, baas. En Mout Staak, dankjewel voor de 4,44 euro donatie. Lingo met Minecraft. Het is toch Lingo met Myron? Oh, zei ik Lingo met Minecraft? Oh my god. Dan speel ik wel echt te veel Minecraft als ik dat zeg. Zei ik serieus Lingo met Minecraft? Ik ga straks sowieso Lingo met Myron doen. Dat wilde ik zeggen. Rotterdammer 010, dankjewel voor de 5 euro donatie. Zoontje wordt morgen 10, maar vandaag gevierd. En hij wou zijn geld gelijk uitgeven aan knolpower.nl. Knolpower. Nou, ik hoop dat je iets moois hebt kunnen uitzoeken. By the way, de elektrische fiets nog te redden na de brand? Nee, die elektrische fiets is echt klaar. Die is afgeschreven. Die is echt klaar. Diego, laagstreepje Spire, dankjewel voor je suppie. En Paul6320 komt alweer even binnenvallen met een suppie. Deze keer geeft hij die aan Fleur Molenaar. Dankjewel daarvoor. De chat vraagt, wat zoeken we? Nou, we zoeken een schatkist.
Die schatkist. Ja, jawel, dames en heren. Ik doe even hem hier zo. Kijk eens even. We zijn er bijna. Check dit. We hoeven nog maar een beetje naar het noorden hier. Kijk dan. Ik denk dat we hier even... Oh, een nieuwe wolf! Ik bedoel, een nieuwe Malino. Moet hij niet mij aanvallen? Ga je even wegwezen? Een nieuwe wolf. Een nieuwe Malino bedoel ik. Kom maar. Kom op, kom op. Ik heb nog één boon, alsjeblieft. Yes! Yes, met de laatste boon. Oké, meteen. Val hem aan. Val hem aan. Val hem aan. Ik word aangevallen. Help, help me. Boom. Hier, Malino is gewoon weer terug, hoor. Even Malino in de chat. Hoppakee. Oh, oh, vuur, vuur. Malino is gewoon weer terug. Hoe fijn is dat? We zijn er bijna. Waar is mijn goede map? Hier zo. Kijk, een beetje naar het noorden daar nog. Wat zit er in de schatkist? Ja, dat weet ik niet. Dat gaan we uitvogelen. Ik denk dat dat stukje zand is. Dus laten we hier even het bootje weer nemen gewoon. Ik hoef die gravel niet. Oh, we moeten heel even dan het hondje meenemen natuurlijk. Kom maar, ga maar even in de boot. Ja, ja, ja. Hier zo heen. Ga maar in de boot zitten. Dankjewel. Nee, die gravel hoef ik niet. Zo. Ja, zie je? Bijna. Bijna, bijna, bijna. Dit is de laatste schatkist hoor, mensen. Na deze schatkist ga ik een ander spelletje doen. Kijk, bijna. Hoe super nice is dit? Weer twee schatkistjes gedaan. Ja, hier moet het ergens zitten. Precies hier. Nou, laten we Malino maar even hier zitten. Precies onder dit blokje. Wauw, echt precies gewoon, hè? Precies op dit blokje en ik ben er. Wat bizar. Tamar, laagstreepje Groenestein, dankjewel voor je suppie. En Jovison, dankjewel voor de 4,44 donatie. Je mag trouwens ook de rechten van mijn muziek in de vlogs gebruiken. Dankjewel, baas. En... Moutstaak, dankjewel voor de 4,44 euro donatie. En Nicky Romero. Nicky Romero komt even binnenvallen met de 4,44 euro donatie. Met als tekst daarbij, kan jij een wheelie? Jij kan zeker geen wheelie, jongen. Nou, ik wel. Ik kan zeker een wheelie. Even checken. Laten we hier even gaan scheppen. Oké, op zoek naar de laatste kist. Diego, laagstreepje Spire. Dankjewel voor je gifted sub aan Api25. Dankjewel, baas. Waar is dat schatkistje? En Nicky Romero komt binnenvallen met 5 gifted subs. Dankjewel. Hey, en we hebben het meteen gevonden. Dat laatste schatkistje. Hey, dankjewel Nicky Romero. Oftewel, ik moet zeggen Nick. Dankjewel Nick. Dankjewel baas voor de 5 gifted subs. Voor de mensen die een suppie hebben, ik zou zeggen kom lekker naar de Discord. Nick zit ook op mijn Discord. Ik zou zeggen kom er gezellig bij. Kunnen we lekker chillen op de Discord. Ik doe even dit snoertje, even in mijn muis, want ik heb een draadloze muis. En ik was laatst een potje Warzone aan het spelen en in één keer tijdens mijn potje Warzone viel mijn muis uit. Was ik hem vergeten aan de lader te doen. Stond ik daar in één keer, precies op dat moment met een enemy voor me. Ja, werd ik doodgeschoten, dat was niet echt cool. Power. Oké, okay, laten we even checken. Checken. We hebben een diamond erbij. We hebben best wel wat iron trouwens. We hebben alweer een Heart of the Sea. Ja, we hebben ja, voor de rest prismarine crystals, wat visjes en zo. Valt een beetje tegen, moet ik zeggen. Voor alle moeite die we hebben gedaan. Hé, hey, schildpad! Alweer een schildpad. Oh, maar ik kan een schaar maken, ik kan een schaar maken. Mensen, jullie zeiden dat ik een schaar moest hebben. Wat kan ik nu doen met deze schaar? Kan ik hem knippen of zo? Gebeurt er dan wat? Even kijken, wat doe ik nog weg? Dirt kan weg, de crafting table kan al weg, zand kan weg. Knol power. Oké, okay, ik ga met hem zwemmen. Ik ga hem knippen. Knip, knip. Knip, knip, knip. Knip, 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 knip. Oh nee, zeewier moest ik knippen. Dat was het. Grapje toch, grapje. Heb ik zeewier? Ja, seagrass. Even kijken, waar is, wat is zeewier? Dit is zeewier. 22 zeewier. Oké, okay, 22 zeewier. Waar is je schildpad? Daar. Oké, okay, let op mensen. Daar gaat hij hoor. Hier.
Hey, Matje! Wow, yo, hij is helemaal aan het DJ'en, hij is helemaal aan het spinnen. Het is net erin. Wow, yo, deze schildpad ga ik sowieso Nicky Romero noemen. Check hem even spinnen. Woop, 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 woop. Chicken, chicken, chicken in de mix. Pa-pa-pa-pau. Wat doet hij, mensen? Krijgt hij een epileptische aanval? Wat is dit? Is hij nu zeg maar een soort van mij of zo? Of wat is dit? Wat kan ik hier nu mee doen? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Brittany Nala, dankjewel voor je suppie. En Wassin Kvin, dankjewel voor de 300 bits, man. En tof dat ik je elke dag blij maak. Xo the Dark Devil, dankjewel. Hé, hier nog één. Hoppa, twee schildpadden. Hier, hebben we ook weer allebei seagrass gegeven. Oh, gaan ze nou... Oh my god, ze hebben het met elkaar gedaan. Omdat ik ze allebei seagrass gaf. Wow, maar ik kreeg daar XP van. Maar waar is die kleine turtle dan? Die kleine Nia turtle. Ik bedoel, als ze samen gaan, dan... ja, dat hoeft niet per se altijd te betekenen dat er ook iets uitkomt, dat is waar. Maar ik had wel verwacht dat we even een mini-schildpad zouden zien nog. Wow, yo, hij kan ook gewoon op het droge. Wow, maar hij is natuurlijk... knijterstraag. Kijk hem dan. Wow, yo. Je hebt echt sloom, ouwe. Je hebt echt sloom. Niet normaal. Eieren! Heb ik een ei gekregen? Kan hij eieren leggen? Oh, heeft hij een ei gelegd daaronder? Is dat echt zo? Heeft hij een ei gelegd in het water? Wauw, hij is echt heel traag hoor. Holy moly. Dit is niet normaal, gast. Ik bedoel, ik wist dat schildpadden sloom waren, maar dit slaat alles. er is daar nog een schildpad. Zal ik die ook weer even lokken? Kom maar. Kijk, seagrass. Kom maar. Kom maar. Kijk, jij ook even het land op. Ja, dat gaat lang duren, dat weet ik. Kom op, je kan het met je dikke vette buik. Kom. Maatje, kom nou. Als ik jullie nou... Nee, waar ga je nou heen? Hey! Ah. Ik wil zo graag dat ze leggen eieren op het land. Oh. En het ei moet ik niet slaan. Oh, kijk, daar is de ander. Ja, kom maar, kom dan. Oh, dit is wel geniaal. Laat ze paren. Ja, ik ga ze sowieso... ik moet de seagrass uit mijn hand. Anders wordt hij afgeleid. Ja, maar ik wil deze er eigenlijk ook op krijgen op het land. Of gaat hij nu zijn eitjes leggen op het land? Dat kan ook natuurlijk. Want hier gingen ze ergens paren. Hier zo. Dus hebben ze niet toevallig hier dat eitje laten poepen? Nee. Oh, ik hoop echt dat hij een eitje gaat leggen, hoor. Nou, hij gaat weer in het water. Nee, niet in het water gaan. Leg een ei. Wat kan ik met dat ei trouwens? Is dat zeldzaam of zo? In ieder geval, Victor Budden, dankjewel voor je suppie. Die geeft aan Sinar the Man. En Jenne Laagseepie SMN, dankjewel voor de 300 bits. Dankjewel, baas. Je hebt nog niks. Wow, wat doet hij? Wat doet hij daar? Kijk dan. Yo. Hij is nu zijn eitjes aan het ingraven, of niet? Dit is een ritueel. Dit is een ritueel, mensen. Ja. Hij beukt die hele zandvlakte naar de Mallemoer. Dat heb ik schildpadden vaker zien doen. En die leggen dan zijn eitjes eronder. Voordat je het weet, heb je 8 van die kleine schildpadjes. Hey, Jeffrey Klom, dankjewel voor de 4,44 euro donatie. Je hebt mijn vorige dono geskipt. Nee, daar meen je. Heb ik die echt geskipt? Oh ja. Jeffrey Klomp, begrijpelijk hoor. Ik kon het altijd vragen. Komt er dit jaar nog een Mansori of Novitec bodykit op Juru? Succes met de stream, maatje. Dankjewel, Jeffrey Klomp. Ja, ik ben wel van plan om een bodykit op mijn Juru's te doen. Dat lijkt me echt super dik. Maar dit is nu gewoon... Kijk. Hij ging weer iets doen. Voor de eieren, denk ik. Dit is zo raar wat ik nu allemaal aan het doen ben in Minecraft. Kom op. Ik bid voor je, schildpad. Leg een eitje. Ja, goed zo. Holy shit, het gaat echt ruig aan toe, hé. Wat doet hij allemaal? Wat is... Is hij de weg kwijt? Mensen, hoort dit zo? Ik heb dit nog nooit gezien.
Zing het eilied. Oké. Okay. Ja, dan moet hij wel eerst even gaan graven. Dat is wel heel bijzonder dit. Oh, dat hoort zo. Hij is aan het graven. Nou, ga maar even graven nog. Doe maar. Nee, niet naar mij kijken. Ga maar graven en je eieren leggen. Hij gaat het ei nu maken, serieus? In zijn eentje? Oh ja, tuurlijk. Hij is al ondergekwakt. Dus hij moet nu het eitje zelf nog leggen dan of zo. Of zoiets. Nou, leg het dan. Ik heb daar veel te weinig geduld voor, joh. Help hem een zetje het land op. Nee, hij is al op het land. Nee joh, ik kan wel zelf. Ik hoef toch een schildpad niet te helpen om een ei te leggen. Laat hem zelf lekker een ei leggen. Ja, gaat hij weer. Oké, komt ie. Ah! Wil je aan mijn eitjes zien? Wat heb jij een mooie strik om je eitjes. Nou, als dat niet geholpen heeft, dan weet ik het ook niet meer. Nou, blijf maar graven en graven. Oh, zie ik iets of niet? Hoort dit serieus zo, mensen? Want ik heb het gevoel dat ik in de maling word genomen. Dit is wel echt... Ik heb dit nog nooit gezien, namelijk. Hij blijft maar graven en graven. Het is wel bijzonder, hoor. Een schildpad in Minecraft. Hoe lijp is dat? Kijk hem graven. Wow, yo. Oh, iemand die zegt... Fruize HD, die zegt dit duurt maximaal 5 minuten. Nou, dat vind ik nog aardig lang eigenlijk. Voor een ei, waar je nu nog niks mee kan in Minecraft. Zag ik net in de chat. Die schildpad is grasmaai. Oh! Eieren! Ja! Hij heeft eieren gelaten! Yes! Doe je zwaard weg. Ja, ik doe mijn zwaard weg. Hij heeft eieren gelaten. Kijk dan. Oh mijn god. Het is nog gelukt. Hé, hey, dankjewel maatje. Dankjewel. Doei. Oh my god. Wow, yo, maar ik heb geen silk touch meer. Ik heb geen silk touch. Die silk touch... Oh, daar komt hij weer. Pas op. Wat gaat hij doen? Oh, dit gaat weer 5 minuten duren voordat hij bij zijn eieren is. Slome. Wat gaat hij doen? Is er nog een ritueel wat erbij hoort of zo? Of is hij nu zijn eieren aan het bewaken? Gebeurt hier nog iets, mensen? Je moet de eieren beschermen. Ga erop springen. Nee, ik moet ze hakken met silk touch. Ja, ik heb silk touch nodig. Ik heb geen silk touch. Knol power. Oh, wat gebeurt er allemaal? Ik heb helemaal kippenvel. Hoezo krijg ik hier kippenvel van? Er spant in één keer een villager voor mijn neus.